Nou, ik heb dat stuk niet gezien, ik ken het ook niet. Want ik had natuurlijk nooit een brief aan de Raad gestuurd met er is geen impact als ik het idee zou hebben dat dat het wel zou hebben. Dus ik ben daar niet van op de hoogte. Ja, dus dat stuk is niet met u gedeeld en ook niet besproken door wethouder Kriens bijvoorbeeld? Nou, ik weet natuurlijk niet wat er met wethouder Kriens is besproken, maar het is in ieder geval niet met mij besproken. En ook in de vergaderingen die er geweest zijn, bijvoorbeeld in de aandeelhoudersvergaderingen die na die tijd of rond die tijd zijn geweest, komt dat stuk bijvoorbeeld ook niet terug. Dus ik had daar geen kennis van. En nogmaals, als ik dat wel had gehad, had ik uiteraard niet aan de raad geschreven dat ik het idee had dat het geen impact op de business case zou hebben. De wethouder zat ook in dezelfde AVA. Dat was zowel de wethouder Financiën als de wethouder Duurzaam. Die waren beide lid van de aandeelhoudersvergadering. Mag ik concluderen dat u zich niet kan voorstellen dat wat mevrouw Van Huffelen hier vanochtend heeft verteld, klopt. Dat zij niet op de hoogte was van het feit dat het niet doorgaan van het Leiding Over Noord een verslechtering van de business case zou zijn. Ik denk dat ze dat niet meer scherp heeft, nee. Want het was, wat ik al zeg, in de AVA geweest. En ik zal het ongetwijfeld daarna ook in het college hebben gebracht. Omdat we ook het mandaat wilden ophalen om met AVR en Eneco aan die leiding over te gaan werken. En dat was toch weer een uitbreiding van de business case die nog eigenlijk nog maar net klaar was. Mag ik dan ook concluderen dat de twee brieven die beide behandeld zijn in het college, dat daar onwaarheden in staan? Ja, dat weet ik niet of dat echt onwaarheden zijn. Ik heb niet... Ik denk dat ze wel dat met name wat kort door de bocht zijn.